Shalom chavirim, shalom chavirim, shalom, shalom. Lehitraot, shalom chavirim, shalom, shalom. Lehitraot, lehitraot, shalom, shalom. Ritueel. Dat is een Joods rouwritueel van 7 dagen, waarin de familie voor de mensen zorgt. Dus ze hoeven niet te koken, dat wordt voor ze gedaan. Tijdens deze 7 dagen zorgt de omgeving voor de nabestaanden en de familie zit dan op een laag krukje, dicht bij de aarde. Na de Tweede Wereldoorlog hebben Joodse families niet de gelegenheid gehad om te rouwen over al diegenen die zijn vermoord. Daarom willen we dit Shiva-ritueel met jullie delen. Het begon eigenlijk aan tafel met Bertine. Zij als directrice wilde nieuwe vormen van herdenken ontdekken. En toen heeft ze heel snel Theater naar de Dam erbij gehaald. En die heeft uiteindelijk Roestvrij er weer bij gehaald. Dus met 3 partijen zaten we aan tafel om te kijken wat de mogelijkheden zijn om nieuwe vormen van herdenken te ontwikkelen. En we kwamen redelijk snel bij de transporten naar Sobibor terecht, omdat dat dit jaar een actueel thema is, omdat het 80 jaar geleden is. En daarnaast dachten we, volgens mij moeten we Shiva als uitgangspunt nemen, het rouwritueel van Joden. En die twee basiselementen vormden voor mij en de groep de basis om aan de slag te gaan. Dames en heren, wat fijn dat u er bent op deze dinsdagavond. En dan wil ik graag een warm applaus voor het Vasttheatergezelschap Gruppe-Bühne. Bij deze voorstelling spelen we natuurlijk in Kamp Westerbork. En dat vind ik een heel bijzonder iets, want dit is gewoon de plaats waar het verhaal dat je vertelt gebeurd is. En dat geeft gewoon een extra lading aan wat je vertelt. Die mensen die hebben hier rondgewandeld en nu vertel jij dat door aan een andere groep mensen. 23 januari 1942. Alle persoonsbewijzen moeten een hoofdletter J hebben. 10 januari 1942. Eerste mannen die vertrekken naar werkkampen. 25 maart 1942. Mogen niet meer met niet-Joden trouwen. Op onze tafel in de kamer liggen gele lapjes stof. Mijn moeder zegt: draag het met trots. Loop maar 4 met die ster. Nou, het begon met dat we naar Westerbork zelf gingen. Daar kregen we een rondleiding en kregen we heel veel informatie gestort op ons. Wat wel indrukwekkend was en soms ook wel heftig. Daarna hebben we binnen nog wat brieven gekregen. En dat zijn echte kopieën van brieven die mensen vanuit treinen hebben gestuurd. Nou, tijdens het repetitieproces vond ik het heel interessant om die brieven te lezen. Die persoonlijke brieven. En dan komt het toch wel heel dichtbij. Mijn liefste Nettie. Veel groeten, ook de anderen. Dag. Dag voor eeuwig, moeder. Heel veel groeten en een afscheidskus. Tot ziens, zo God wil. Er komen hier klassen kijken die hun geschiedenisles tot leven ziet komen door leeftijdsgenoten. Dus je krijgt letterlijk gewoon je geschiedenisboek die voor je staat en die begint te praten. En dat zo trouw mogelijk probeert te vertellen. Annie van Witsepreger. Wat een prachtnaam. Voor mijn prachtvrouw. Samen met 1100 en 3 anderen zijn ze ingedeeld naar de eerste trein, naar haar volgende bestemming. Vanuit de trein schrijven ze samen nog een brief gericht aan de vader van Hans. Uiteindelijk denk ik dat het heel mooi is geworden. En ben ik blij hoe het neergezet is. Er komen mooie reacties op terug. Ik vind het ook heel bijzonder dat ik dat mag vertellen. Voor mij was het uitzonderlijk. Ik ben een overlevende van dit kamp. En ze noemen barak 65. En in die barak heb ik ook gezeten. Silence is everything. It addresses everything. I'm still like shaking. And it's for young people to have that. What could they breathe into that there? And let's hope we never see it again. Goodbye. Yes. Daarom is het denk ik heel goed
dat jongeren dit vertellen, ook niet aan oude mensen zoals ik, maar aan jongeren. Je moet het eigenlijk nooit vergeten. Op hoog bevel van elders moeten alle kinderen van 0 tot circa 16 jaar het kamp verlaten om, zoals men ons mededeelde, in een speciaal kinderkamp te worden ondergebracht. Nu begint voor ons het wachten op weg naar het grote onbekende. En doordringend, emotioneel en noodzakelijk. Ik denk dat alle scholen, middelbare scholen, dit zouden moeten zien. Het feit dat jongeren dit doen is van essentieel belang. Het is heden. Dat demonstreren door juist jongeren te laten spreken. Samen die handen omhoog, samen de hand voor de mond. Die saamhorigheid om niet te vergeten wat hier is gebeurd. Ik denk dat de prijs erbij. Dat gebeurt elke dinsdag. Mijn ouders mogen niet dicht bij de rails komen. Dat is te gevaarlijk, zeggen ze. Het meest heftige van al die verhalen vind ik dat je dan andere mensen doden. Omdat je aan de kant van Hitler stond en je ook dingen afpakte, zoals fietsen, eten, huizen. We zien een kamp liggen, omgeven door wachttorens en een dubbele rij prikkeldraad. Op de poort van de naastgelegen toegangsweg zie ik een bord hangen met de tekst: zonder commando, Sobibor. Stel, ik was in die tijd geboren, had ik dit ook kunnen zijn. En dan ben ik eigenlijk wel heel gelukkig met hoe ik dan nu hier zo sta. En hun hebben ook gevochten voor onze vrijheid, anders zouden we misschien nog wel Duits spreken en zo. 20 juli vertrok de laatste 19e trein. 34.313 mensen zijn vanuit Kamp Westerbork naar Sobibor vervoerd. 18 daarvan hebben het overleefd en zijn teruggekomen. These children just carried us through and really put it into everybody's mind and help us understand not just what happened, but what actually happened to people. Auschwitz. Sobibor. Waar ligt dat? Wat moet je daar doen dan? Je moest niks doen. Je moest proberen te overleven. Er staan geen rijen met doktoren, psychologen, psychiaters. Die zijn er niet. But very, very effective. These kids are incredible the way they did it. Hier sta ik dan. Ik ben teruggekomen in Zwolle. Het is niet te troosten. Ik ben niet te troosten. Doorgaan met leven, dat is het enige. Het is zo mooi gedaan. Mijn complimenten aan iedereen die meegewerkt heeft.